We zijn in aanvaring gekomen met de duwboot. Eigenlijk frontaal in aanvaring gekomen. En vanaf dat moment is de boot dwars voor de duwboot komen te leggen, onze sloep dwars voor de duwboot komen te leggen. En vervolgens zijn we eigenlijk onder de duwboot gekanteld. Ja, toen was het van, hoe kom je eronder vandaan? Hoe komen we boven? Waar zit de weg naar boven toe, zeg maar? Weer boven water. Dat gebeurde in de vroege avond van 13 oktober. 7 sloeproeiers komen met veel moeite aan de kant. Eentje, een 63-jarige man, is er slecht aan toe. Hij zal 2 dagen later overlijden. Nu gaat dezelfde sloep weer te water voor een reconstructie van het ongeluk, want het is nog onduidelijk hoe het kon gebeuren. Je staat nu weer op de plek waar het gebeurde. Mm-hmm. Wat gaat er nu door je heen dan? Nou, op zich wel op zich een goed gevoel om weer te zien hoe het was. En ook voor de verwerking ook gewoon goed om weer naar de plek zondags te gaan. Dat je toch ook weer later durft terug te komen, zeg maar. Dat er geen heet hangijzer wordt. Waardoor je zegt van ik wil hier nooit meer naartoe. Is het spannend voor de vereniging om dit af te wachten? Ja, dat is spannend. Ja. Dat merk je zeker voor de mensen die direct betrokken zijn in de boot zaten. Die zien hier erg tegenop. Er zullen misschien een paar zijn die vanavond komen kijken. Er zullen er ook zijn die absoluut gewoon nog thuis blijven. Die zeggen van, dat wil ik helemaal niet zien. Het is gewoon te emotioneel. Te veel herinneringen. Maar ik merk aan mezelf ook wel, ik zat er niet in die boot. Maar ik vind het toch wel eens, het is wel weer een punt, zeg maar, dat je zegt van, het kan maar geweest zijn. Ben je alweer in een sloep geweest? Ben ik ook al geweest. Nou, ook een stukje geweest roeien. Zijn we tot deze brug geweest. En daar heb ik een soort keerpunt voor gemaakt. Daarna zijn we teruggegaan naar de roeivereniging. Ja, iedereen pakt op zijn eigen manier op. Sommigen zijn fulltime weer aan het werk en anderen beperkt. Maar het heeft tijd nodig. En we proberen ook zeker degenen die nog niet in de boot hebben gezeten, als ze er aan toe zijn, om zo snel mogelijk weer het water mee op te nemen. In februari gaat de eerste sloep weer het water in. En tijdens de eerste wedstrijden, als het weer mag van de overheid, dan kunnen we april weer de eerste wedstrijden doen. Hoe heb je daar zin in om mee te beginnen? Dat zeker. Daar ben ik echt weer aan toe. Om gewoon met het team volledig te kunnen roeien. En de rest van de vereniging kijkt er ook naar uit? Iedereen kijkt er naar uit. Dit achter je laten? Dit achter ons laten en weer vooruit kijken naar de toekomst.